Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe NBA Live 18 The One video. Ik denk ik laat eens even zien hoe we er hiervoor staan. Ik ben al level 7, ik heb met 3 point naar 82 opgekrikt. Ik kan verder nu even niks opwaarderen. Mijn midrange is nog maar 72. En mijn passing die ik er nu bij kreeg is ook 72. Maar die skill heb ik net unlocked. Dus, dan gaan we even door. Misschien kan ik jullie laten zien hoe het zit met die kistjes openmaken als we er nog eentje krijgen, maar dat weet ik niet. Wel een nieuw trade slot en dat is ook wel fijn. Want trades geven je ook een soort boost. Kijk, ik heb hier quick trigger, dan kan je iets beter schieten als je snel bent open. En dan zien we hier dat we windbreaker en steel erbij kunnen doen. Een nieuw possession receive a slight reduction to stamina loss while sprinting from the backcourt to the frontcourt. Op zich wel chill. Ik denk dat ik dat ga doen. Want ik heb wel het idee dat mijn speler wel eens moe is. En daarna wil ik op zich steel wel erbij openzetten. Maar voor nu ga ik voor Windbreaker hopen dat hij wat beter kan schieten over de algehele wedstrijd. Want misschien heeft mijn stamina daar wel invloed op. Dat weet ik niet. Maar misschien wel. En dit bedoel ik. Er zijn van die crates. Ze kosten helemaal niks. Je krijgt zeg maar van dat... Wat zou ik zeggen? Hoe heet het? Ik geen idee. Je krijgt gewoon een soort van geld of zo, lijkt het wel. En dan kijk al die crates, joh. Maar ik heb er nog één open. Oh, kijk dit. Starter crate 2. Dat wist ik niet eens, joh. Ik heb hier gewoon nog andere kistjes die ik kan gebruiken. Hoe dan ook. Dan gaan we twee kistjes openmaken, want dat hoort er wel bij. En dat zijn deze twee. Waarom ook niet? Dus, dat groene geld krijgen we toch genoeg na iedere wedstrijd. En dan krijg je zo'n animatie. Ik vind het wel wat hebben. Je ziet echt bam. En dan hebben we... Oké, dat is niet veel bijzonders. Maar hey, whatever. Draag hem maar. Maakt mij niet uit. En dan wil ik nog de starter crate 2. Want ik wist niet eens dat ik die had. Hopelijk krijgen we eens een nieuw shirtje. Dat zou ik wel waarderen. Want we zien er zo uit als een sloddervos, vind ik. En we krijgen een nieuw shirtje. Uncommon. Dus, ja, weet je, echt zeldzaam is die niet. Maar goed. Die sleeve trouwens, die wil ik wel weghalen in principe. Want die sleeve vind ik helemaal niks. Dat vind ik echt helemaal niks. Daar gaan we gewoon iets anders voor... ik laat hem eigenlijk wel zitten. Het heeft toch verder geen invloed. Bij dit shirtje kan het nog wel op zich met die witte baan. We gaan nu door naar de volgende wedstrijd. The Drew League, jewel of South Central LA. Since 1973 in the activist dreams of one Mr. Alvin Willis on the corner of Compton and Firestone. A six-team startup turned invite-only ball player's dream. Designed to motivate the community and destined to redefine West Coast Pro-Am basketball. Iconic head-to-head battles with the likes of Harden, Young, DeRozan, and Kobe. Hotbed for countless young high school, street, and college stars just the same. And the word on the street is, no excuse, just produce. Mr. Dino Smiley commissioned a change in 85, and the pros showed up to 120th in Compton by the dozen in 2011. Completing the transformation of King Drew Magnet High from just another school gym to a fully bannered arena for one and all in the heart of Compton. All for the community, all for the game, all for love. The Drew League, Compton. What's up, fellas? Nice run this summer. Hope you don't mind. Had a few friends stop by. You know, just to make it interesting. Let's hoop. LeBron James, James Harden, Paul George zie ik er ook staan. Deze wedstrijd is stacked met stars gewoon. All stars. DeMar DeRozan. Is dat McGee? McGee, wat doe je hier? Maar goed, wij winnen de tip af. Dat doet hij dan wel goed. Eens kijken of we een pick-and-rolltje met Shaq, Ting & Fool, MVP, JaVale McGee. Ah nee, hij komt er niet eens langs. Ik pas hem naar buiten. McGee op center. Paas hem terug. Harden speelt geen defense normaal gesproken, dus ik raak gewoon op hem.
Kanteren, JaVale McGee, Shaqting a Fool, MVP, gaat ervoor. Hij raakt! Eens kijken wat er gebeurt als ik langs Harden kom. Oh ja, nee, ik word geblokt, no way. Andre Drummond stuurt me terug naar huis daar. Wat een blok. Oh, ik challenge de James. En dan krijg je gewoon helemaal geen fuck voor ook, hè. Maar daar is McGee. The Shaqting a Fool MVP saving my game. Wat een gevaarlijke paas. En dat dat nog erin gaat ook is een wonder. Oeh. Oeh. Wat een teamspel daar. McGee. Is niet alleen voor ons de Shaqting a Fool MVP. Die gast die wordt MVP van de wedstrijd op deze manier. Kawhi. Nah. Oh, wat zuur. Turnover. Hou Harden tegen. Please, no. Shaqting a Fool MVP is er nog steeds voor mij. JaVale McGee. Ah, damn. Je kan Harden ook geen seconde alleen laten gewoon. Gelukkig mist hij en ben ik dus niet te hard gestraft. Kom op, please. Ja, ik wou zeggen, we moeten zelf ook wat dingetjes doen. Ik doe te weinig in deze wedstrijd. Maar we spelen ook tegen een stel sterren, joh. Oh, kan die dit gewoon? Oh, wat een layup! Oh, is. En daarmee eindigen we de wedstrijd. Ik heb echt weinig gedaan. James Harden, die ons eigenlijk graag ziet in de league, zegt hij. Nice. En Paul George heeft de play of the game. En ik weet waarom. Die gast die ging er op een gegeven moment in. Als dat deze is. Is dat deze? Ja, dat is die dunk. Bam. You mad, bro? Can't stop me, denkt hij. Wat hebben wij nou gedaan deze wedstrijd? Echt veel te weinig, volgens mij. 8 punten, 4 assist. Het kan echt beter. In de Drew League tegen de sterren van James Harden. LeBron James, Paul George. Is het toch nog wel okay, denk ik. After a summer playing street ball and pro-am games, you head back to school for your junior year. From the first week on, you have a spectacular season. You mounted an incredible comeback that few thought was possible. The reporters, the scouts, and the coaches all see your potential. Not only the potential to play in the NBA, but the potential to be a star in the league. And at the end of the season, there's little doubt about where you're headed next. Stephen A., it is one thing to come back from a catastrophic knee injury. That's hard enough. But there is a consensus now, and I agree with it. Comeback Kid is better now than he was before. I mean, he has come all the way back and then some. Well, I appreciate the intellect on your part because it's indisputable, and why make a point that can be disputed? You're very, very wise not to do that, Max Kellerman. I'm very proud of you. But in the end, here's the bottom line. He's exceeded all expectations. He's going about doing the things the right way. He's expanded his skills in the pro-am. Everybody has noticed. That's a very, very big deal. So I'm very happy about that. It is. So far be it for me to agree with you. But look, there were questions heading in. There were skeptics who had these questions, and I think at this point, it is safe to say that this is NBA ready. You know NBA ready when you see it, you saw it, this is NBA ready. He's got a mentor in James Harden now from what I'm hearing. Scouts and general managers in the NBA have been lauding his talents. They say that this kid is real, he's ready, he's legit. So when we look at it from that perspective, the next thing up is the NBA scouting combine. He performs on that level. Obviously, that's a big deal. Now, we'll all be watching. We'll wait to see what happens. But guess what? We wouldn't be able to watch you if you weren't invited. So the fact that you were invited is a big deal, and major props to him for that. And we will be there. ESPN will be there from Chicago, updating our live ESPN mock drafts. It will be an interesting several days in the Windy City. Go.